Filmster worden, het is een droom van veel mensen. Blijkbaar geldt dat ook voor honden. In Hoeilaert ging een tijdelijk hondeninterimkantoor vandaag op zoek naar een hond voor enkele Vlaamse producties. Uit 600 inschrijvingen werden 25 honden gekozen die op auditie mochten komen. Die begon met een behendigheidstest en dat bleek niet zo gemakkelijk. Over, over, over. Die gaat je door. Nee! Honden die in een film willen meespelen, moeten eerst en vooral goed kunnen luisteren. Maar dat blijkt best wel moeilijk. Bovendien is het voor de meesten ook de eerste keer dat ze auditie doen. Gelukkig vinden ze een speelse hond hier net goed. Als ze spelen, dan kun je de aandacht trekken. En aandacht trekken is dan ook weer een beloning eigenlijk. En achter een oefening kan je belonen. Dus hoe groter de beloning, hoe leuker de hond het vindt, hoe makkelijker de hond het gaat aanleren. Deze terrier moet over balkjes springen. Ze solliciteert voor de rol van Bobby, het hondje van Kuifje, in een Vlaamse musical. Er is dus in september een musical, de juwelen van Bianca Castafiore. En daar zoeken we dus die terrier voor, om daarin te kunnen fungeren. En vandaag hier, is er al één Bobby komen solliciteren en we hebben er nog twee in de pipeline. En zo zijn er nog vijf andere vacatures, van fotomodel in een reclamecampagne tot een rol in een Vlaamse familiefilm. 600 Belgen schreven zich samen met hun hond in voor de audities. 25 van hen mochten vandaag naar Hoeilaert komen. Bij Kira denk ik dat het gewoon vooral in haarzelf zit. Ze heeft zo wel veel show van zichzelf en ik denk dat daarmee dat ze wel zo, ja, dat ze daar wel een voordeel mee haalt. Wat vindt Daiko er zelf van? Oh, hij is niet echt onder de indruk van al het gebeuren, dus dat is ook weer iets positiefs natuurlijk, dat hij aan zijn kopje cool houdt. Over 2 weken weten we welke honden van een Hollywood carrière mogen dromen.